Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een kringloop-shoplog doen. Ik ben namelijk enkele dagen geleden gaan kringwinkelen. Of enkele weken ondertussen geleden ben ik gaan kringwinkelen. En ik heb een hele hoop dingetjes gekocht. Maar eerst mijn achtergrond fixen. Het eerste dat ik gekocht heb, of het eerste dat ik vast heb, is het boek van Sofia Kinsella. Shoplog zegt ja. Shopholic zegt ja. En dit boek was 50 cent, denk ik, aangezien dat het er niet op staat. 50 cent is. Ik vind dat Sofia Kinsella een heel leuke schrijfwijze heeft. Daarom vond ik het wel leuk om een paar boeken van haar te kopen. Ook kocht ik het boek Sofia Kinsella Confessions of a Shopaholic. Maar die kennen jullie waarschijnlijk wel, want die is ook gefilmd geweest. En deze was ook een halve euro, denk ik. Ah nee, deze was 2 euro. Ah, wacht. Deze was 2,50 euro. Deze was 3 euro, want het staat op de achterkant. Ik kocht ook een boek van Jill Mansell, ook een heel goede schrijfster. Het boek Lang leven de liefde. En ik denk dat ik gewoon een keer op vakantie moet gaan naar een afgelegen dorpje waar ik al deze boeken kan lezen. Dit boek was 50 cent, als ik me niet vergis. Ook kocht ik dit boek van Sofia Kinsella. Mag ik je nummer even? Dit boek kost origineel 9,95 euro en was nu afgeprijsd naar 3 euro. Terwijl nog altijd eigenlijk een van de duurdere is. Ik kocht het boek van Dirk Brakke, want Dirk Brakke is een hele goede Belgische jeugdschrijver. Het uur 0 en dit boek was wel 50 cent, denk ik. Want in de meeste kringlopen is het 50 cent toch in mijn regio, behalve als het er effectief op staat. Dit boek is het boek Het Hekseneiland van Patrick Lagroux. Vroeger las ik heel graag het Dolfijnenkind van hem. Maar nu heb ik dus Het Hekseneiland gekocht. Misschien is jullie nog niet opgevallen, maar ik heb heel veel boeken gekocht in de kringloopwinkels. Dit boek was 75 cent. Dit boek heb ik niet gekocht, heb ik geleend uit de bib. Dit boek heb ik ook gekocht. Thibaut en de Droom. Duivels, ook van Patrick Lagroux. En deze was 1,50 euro. Ik vrees trouwens dat ik echt geen plaats heb in mijn boekenkast voor al deze boeken. Dit boek is ook een boek uit de Shopaholic-serie. Shopaholic en Baby van Sofia Kinsella. En dit boek was 3 euro. Alhoewel ik dit boek heb, vond ik dat ik hem moest meedoen. Want kan je iemand anders hiermee vertrouwen? Dit is het boek Harry Potter and the Chamber of Secrets. En ik heb al precies dezelfde versie. Maar voor dit boek heb ik mijn 50 cent betaald. En voor mijn originele heb ik meer betaald. Dit is het boek Bridget Jones and the Edge of Reasons. Ik heb heel graag de Bridget Jones films gezien. Dit boek kost origineel 12,50 euro. En het staat er nu in 6,50 euro. Dus ik denk dat het ongeveer de helft was. Hoe ga ik dit uitleggen? Een tijdje geleden ben ik met mijn mom begonnen naar het kijken van de tv-serie van Aspen. En nu dacht ik, misschien moet ik een keer een boek lezen van hem. Dit is het boek Pieter Aspen Casino. Normaal is dit niet echt mijn stijl van boeken, maar ik hoop dat het een mooi boek zal zijn. Pieter Aspen is wel een redelijk bekende schrijver, dus ik denk dat dat wel goed komt. Ik heb ook enkele bloempotjes gekocht voor mijn mama dan, omdat dit iets te fel is naar mijn smaak. Dit is een oranje bloempot. Deze was 25 cent. Dit is een gele bloempot. Was ook 25 cent. En dit is een iets
zalmrozer oranje. Ja, zalmrozer oranje, goede kleur volgen. En deze was ook 25 cent. Voor zulke dingen zijn kringloopwinkel wel goed. Ik ben even aan het uithalen wat van de kringloopwinkel is en wat niet. Want omdat mijn kamer overhoop ligt, lag het allemaal in een box. Dit is nog een boek van Jill. Mensen, geknipt voor Miranda. En deze was 2,50 euro. In de kringloop kocht ik dit super schattige schaaltje van een schildpad. Deze is 25 cent. En dit heel erg leuke eierdopje. Niet alleen leuk voor tijdens Pasen, maar ook om er effectief mee te gebruiken. En deze was 10 cent. Daarnaast kocht ik dit heel erg leuke boek van The Little Mermaid. Loopt wel niet zo leuk af als in het Disney verhaal. Ik weet ook niet of het echt de hoge verhaal is, maar het heeft heel erg leuke printjes. Het is wel een Engelstalig boek, maar deze was een halve euro, denk ik. Ook kocht ik deze leuke pinging ijsvormpjes, aangezien mijn broer enorm fan was van pinguïns en ik vond dat wel leuk. Deze was 25 cent. Ik kocht dit boek van Winnie the Pooh. Dit boek was 25 cent. En die heeft echt de illustraties van Winnie the Pooh. En het is in het Nederlands, dus het gaat super leuk zijn om later te lezen met mijn kindjes. Ik vond deze Harry Potter CD in de kringloopwinkel. Dit is de filmmuziek van Harry Potter en de Philosopher's Stone. En deze was 3 euro. En in het hoesje zitten er niet alleen twee CD's. Maar ook een muziekboekje slash poster. Aan de ene kant Harry en Hedwig. En aan de andere kant wel dan filmfoto's en de CD-nummers. Mijn zus heeft die wel een klein beetje raar geplooid. Dat vind ik dus echt super leuk. Echt zo'n collectors item tegenwoordig geworden. En ik denk niet dat je die nog kan kopen. En ik ben heel dat papiertje aan het prutsen. Voilà. Er staan dus heel veel leuke liedjes op, zoals Hedwig Team, Leaving Hogwarts, The Face of Voldemort enzovoort. En er zit ook een special edition CD-ROM bij met de Electronic Arts EA Harry Potter videogame preview, de screensaver en Lego videogame preview en de trailers in verschillende landen, talen. Wallpaper en de Harry Potter poster gallery. Ook vond ik dit boek, het boek Eva's Gedacht. Ik vind Eva Eva heel leuk kan tekenen. En het is een van mijn eerste comics, denk ik, die ik heb. En deze was 50 cent, denk ik. Heel jammer dat iemand dat wegdoet, maar wel heel leuk dat ik het nu kan hebben. Uh,
verkocht ik ook dit boek ook al. Heb ik dit boek ook al? Ik kon er niet aan laten om de Harry Potter boeken te kopen. Dit is Harry Potter en de Vuurbeker. En ik heb er een klein beetje een ezelsoor in gemaakt. Enkele weken geleden leende ik dit comicboek bij de WIP. En vond ik echt heel erg leuk. Dit is het comicboek Pyjama Dagen van Sarah Anderson. Op mijn blog staat er een review. Dus linkje hieronder. En het zijn allemaal echt... Het zijn echt allemaal super duper leuke comics. En ik kocht ook het dagboek van Bridget Jones. En dit boek was €1,50. En dit boek was 50 cent. Kijk, als het er niet op staat, is het bijna altijd 50 cent. Verder... Heb ik niks meer geshopt, denk ik, in de kringloopwinkel. Maar ik vind wel dat ik heel erg geslaagd ben. En ik ga dat sowieso nog eens doen. Voor de mensen die zich afvragen naar waar ben ik geweest, overal in de kringloop. Naar Poperingen, Roestelare, Isehem, Kortrijk, Diksemuiden en Veurne, denk ik. Ook de haak hieronder linken naar de vlog. Waarin ik ben gaan kringloop shoppen. Omdat dat ook heel erg leuk was. En ik heb nog één iets om jullie te tonen. Alhoewel ik het niet heb uit de kringloop. Is het wel tweedehands geshopt. Namelijk deze. De Complete Harry Potter Collection van J.K. Rowling. En dit zijn... edities die ik nog niet heb. Het zijn allemaal Engelstalige boeken in een super mooie box. Zoals je kunt zien. En zo ziet hij aan de binnenkant eruit. Het is wel een klein beetje moeilijk om die boeken er effectief uit te halen. Want er is eigenlijk niet zo heel veel plaats overgelaten. Ik ga daarom er ook maar één boek uithalen. Het zijn zo van die redelijk kleine wel. Als je mijn hand is, is het bijna even groot als het boek. Volledig in het Engels en met zulke soort kaft. Voor de fans die geïnteresseerd zijn. En voor deze box heb ik €15 betaald, denk ik. Of was 20. Zoiets. Alles is redelijk weinig voor een box. Dus ik ben daar echt heel erg blij mee. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer voor een nieuwe video. En nu ga ik terug vlogs editen en video's editen. Ik wil me ook nog even excuseren omdat ik zo afwezig ben geweest op dit kanaal. Ik heb mijn vlogkanaal in stand proberen te houden. Hoewel dat ook niet altijd is gelukt. Maar mijn videokanaal heb ik een heel klein beetje verwaarloosd. Maar ik beloof dat ik er weer helemaal terug in vlieg. Want ik heb nog super veel video's voor jullie klaarstaan. Net mijn tweedehands shoplog opgenomen. Ik heb ook mijn lader teruggevonden van mijn vlogcamera. Hoewel ik nu op mijn grote camera film. Ik wil zeggen, ga allemaal zeker naar Goline gaan. Want ik ga mijn kanaal terug proberen op te pakken. Alhoewel dat dat redelijk moeilijk is gegaan in de zomer. Ik heb denk ik een maand niks gepost ofzo. Oepsie. Hoewel ik genoeg video's heb voor klaarstaan, maar ik kon gewoon niet tot het etten daarvan. En de zomer was ook zo, als ik vrij was, had ik dan nog zoiets van, nu wil ik vrij zijn. En daarna, op het moment dat ik dat niet meer had, dan was ik super leuk bezig met bloggen. En ik weet, dat zijn allemaal geen excuses. Maar het is gewoon moeilijk. Nu ik werk, is het heel moeilijk om mij ook nog... Als ik thuis kom van mijn werk bezig te houden met blog en YouTube. En alhoewel ik dat super leuk vind, blijft het toch wel moeilijk.